Met het behalen van 2 Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen. Halve punt voor Robert van der Wallen. Prachtig. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Binnen 9 seconden beslist Tim Polling de finale in haar voordeel. U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noel van het Ent was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hajime Judo Podcast. Dit is een snelle na de vorige, maar ja, dit is een echte podcast weer. Die vorige die ging helemaal over het weekend wat we gaan organiseren in mei. Waar we straks nog wat op terug zullen komen. Ik zit vandaag weer met Pim. Pim, goedemiddag. Het is een middagje. Hoi. We zullen het vandaag vooral hebben over het EK Judo dat net voorbij is. Want het is 2 dagen geleden dat het EK eindigde in Montpellier. Ik moest even nadenken. In Montpellier. Er is nogal wat gebeurd, er is nogal wat losgekomen tijdens het EK, dus er is genoeg om over te praten, dus dat, nou ja, dat gaan we dan doen. Maar we starten altijd binnen de podcast met de eigen dingen. Nou, begin jij maar. Waar ben jij de laatste tijd mee bezig als het gaat om eigen judo? Ik ben weer hero les aan het geven voor school judo. Ja. Ik heb net een projectje gehad op een school in Sint Maartensdijk en ik sta nu op een school in Sluiskil. En dan denkt half Nederland Maartensdijk, mijn god, waar is dat? Een Sluiskil? Dat hebben ze echt helemaal nooit van gehoord. Eilandjes is het dorp in Zeeland. Ja, precies. Ja. Dat houdt echt op daar, hoor. Ja, ja. Ik kon wel goedkoop tanken vandaag, dat wel. Ben je in België geweest? Nee, wel in Vlaanderen, maar dat was wel bijna België. Dus dan Belgische prijzen. Belgische prijzen, kijk, dat is, ja, die gaan dan mee in die prijzen waarschijnlijk. Ja, ja, dat helpt. Hey, kameradendivisie is in Zuid-Nederland, in Zuidwest-Nederland. Bij ons is begonnen, heb jij ook al meegedaan, hè? Ja, ik moest in het zwaargewicht. Je moest in het zwaargewicht, ja. De dikkertjes durfden niet bij ons dit keer. Nee. Oh nee, ze konden niet, moesten zogenaamde vakantie, geloof ik. Ja, nee, er was iets inderdaad. Dus jij hebt met je 80 kilo de plus 90 gedaan of zo? Ja. Niet in de geest? Ja, nou, oké. Dat is iets wat de komende maanden nog wel een paar keer zal wel terugkomen hoe dat loopt met de kameradendivisie in Zuid-Nederland. In Zuid-Holland is het een groot succes inmiddels met 16 clubs. En wij zijn langzaam aan het bouwen, dus daar komen we nog wel op terug. En misschien dat nog invloed heeft op het aantal deelnemende clubs volgend seizoen of zo. Dus dat is leuk. Maar wij hebben ook nog iets samen gedaan. Wij zijn namelijk met z'n tweeën, dat hadden we volgens mij al voorgekookt in een van die podcasts hiervoor. Wij zijn op 26 augustus een dagje geweest in Zoetermeer. Om het Kodoka Goshin Jitsu voor de eerste keer te doen. Ik had wel eens een paar verdwaalde handelingen gedaan. Maar voor jou was het volgens mij helemaal nieuw, toch? Ja, voor mij was het compleet nieuw. Ja, wij hebben in één dag hebben we dat kata ons eigen gemaakt. We konden het nog net niet demonstreren. Maar daar zaten we wel al dichtbij, volgens mij. Hè? Ja, bijna het niveau van Willem Hompers en de Boos. Ja. We hadden bijna op het WK mee kunnen doen. Ja, ja, precies. Niet dus. Nee, dat is toch allemaal net even iets ingewikkelder. En ik had een mooie... Ik had een mooie stok meegenomen, maar die was te lang. Dat was geen meter, maar dat was weer iets... ik had zo'n Aikido-stok ergens nog in de kast staan. Die had ik meegenomen, maar die was te lang. Dat was een stukje achter de zaak. Ja, precies. Die lag gauw aan de kant, want daar konden we niks mee. Maar goed, dat hebben we gedaan. Op zich was het heel leuk, hè? Want als we het over het evenement hebben daar... Dat is wel iets waar heel veel mensen op afkomen. Want ik geloof dat er... daar liepen meer dan 100 mensen, denk ik, op de mat. Ja, dat was heel in Zoetermeer. Dus ja. 2 dagen lang. Ja, was echt huge. Dus het was wel leuk om dat als... ik noem mezelf altijd een beetje een kata gehandicapte. Om als kata gehandicapte dat mee te maken. Omdat ik... wij doen niet zo heel veel kata. We doen wel eens wat. En we kunnen het ons wel eigen maken. Maar we vinden stoeien nog steeds leuker. Dus dat... dat moet je dan toch doen. Ja, dat klopt. Dat doen we dan dus ook. Heel braaf. Zo nu en dan. Ik doe dat bijvoorbeeld op... maandagochtend zo nu en dan in Spijkenissen. En daar hebben we ook toevallig gisteren ook nog een paar handelingen Goshin Jitsu gedaan en een stukje Kimono Kata. Dus dat, ik doe mijn best om dat ook hier en daar wat eigen te maken. En dat is, op zich is dat prima. Maar ik heb me vooral de laatste maanden bezig gehouden met werk. En ook nog een beetje judo gerelateerd. Want ik ben op de Asian Games in Hangzhou in China geweest. En daar ben ik... wat ik precies gedaan heb, doet er niet zoveel toe. Televisie.
Maar ik ben ook wezen kijken bij judo. Want er was, het was ook een judo-toernooi van een prima niveau. Want ja, de Aziaten weten best wel judokers op de mat te brengen. Nou, en die vinden de Asian Games belangrijker dan het WK en de Olympische Spelen. Ja, maar toch was dat bij de Japanners niet te zien. Want die brachten een... wel wat ervaring met Hashimoto onder andere. Was leuk om Hashimoto te kijken, die overigens derde werd en geen kampioen. Die verloor nog een potje. Maar die brachten een mix van oude garde en talent, zeg maar, daar op de mat. Dus dat was voor hun volgens mij voornamelijk ontwikkeling. Want in het teamtoernooi wat ze uiteindelijk wel wonnen, heb ik geen ervaren judoka's eigenlijk gezien. Daar stonden voornamelijk jongelingen op de mat. En... Dus dat was prima. Het was in ieder geval niet de A-keus die ze hadden meegebracht naar de Asian Games. Dat was zeker. Maar ik heb daar ook bijvoorbeeld jiu-jitsu gekeken. En toen dacht ik eerst, dat is het jiu-jitsu wat we bij de ABN kennen. Hè? Dus dual games fighting. Maar het was het Newasa gedeelte daarvan. En het Newasa gedeelte van het jiu-jitsu, wat wel bij dezelfde bond is waar wij bij de ABN ook aangesloten zijn, draaien. Het Newasa gedeelte, dat is gewoon BJJ. Wat wij kennen als BJJ en waar ik op het EK bij de IBJJF heb gestaan. Met dezelfde regels. Klein beetje anders uitgevoerd in handgebaren door de referees en zo. Maar het kwam eigenlijk op hetzelfde neer. En dat was best een hoog niveau. En dat had ook een beetje mee te maken dat de Zandbak vertegenwoordigd was. Dus Saudi-Arabië en de Emiraten waren daar. Ja, daar hebben ze, ja, daar is het groot. Daar hebben ze Brazilianen ook rondlopen die gasten coachen. Dus die pikten links en rechts nog wel wat medailles mee. Maar dat was heel grappig om te zien. Maar wat dat ook een beetje in zich heeft, is dat het Asian Games doen ze meer van dit soort takken van sport. Maar het zou best kunnen zijn dat als ze uiteindelijk de stap gaan maken naar als de Olympische Spelen, die zijn heel erg bezig natuurlijk met andere soorten sporten binnentrekken. Dat deze tak. Dan ben ik, nee, laat ik het anders zeggen. Dan ben ik benieuwd of ze via deze bond, het BJJ, als dat binnengetrokken gaat worden naar de Spelen, of dat via de grote internationale bond gaat, zeg maar, de IBJJF. Dat zijn toch twee grootmachten, zeg maar, die dan tegen elkaar aan schurken, zeg maar, of naast elkaar bestaan. Het andere vechtsport die ik nog gezien heb, die heel erg judo gerelateerd was, Kourash. Dat is huge in Oezbekistan. En je moet het maar opzoeken. Ik heb het ook wel een beetje gedeeld toen ik daar was. Maar dat is vooral staande judo. Dus knijter elkaar maar op de grond. En daar scoor je al je punten mee. En op de grond wordt er niet doorgeknokt. Heel gaaf om te zien. Heel veel tiltechnieken natuurlijk. En allerlei technieken die niet meer mogen binnen het judo, die daar nog wel in zaten. Daar heb ik ook wel erg van genoten om daar eens rond te neuzen. Maar dat was vooral de stamlanden, dus Oezbekistan, Kyrgyzije en nou ja, dat soort landen die daar groot in zijn. Maar het was wel leuk om dat ook te zien. En ik kende Kourash helemaal niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Het was voor mij een compleet nieuwe tak van sport. Dus nou ja, dat is naast, dat is wat we doen. Ja, dan hebben we het grootste nieuws is het EK Senioren, denk ik, waar we het over kunnen gaan hebben in deze podcast. En wat overeerst bij jou na het EK? 2 dagen geleden geëindigd. Ja, het is een... in eerste instantie zou je zeggen, maar 3 keer brons, dat is dan... maar ik heb wel... Is slecht goed? Want je spreekt je niet uit. Nee, is niet goed ten opzichte van, als je het vergelijkt met het voorgaande jaar. Nee, in het, ik weet niet of het klopt, maar in het artikel wat de Volkskrant schreef, geloof ik. Maar weet ik niet helemaal zeker of het de Volkskrant was of een stuk in de Telegraaf stond dat het slechtste resultaat sinds 1990 was. Op een Europese kampioenschap. Er is ooit een hele bekende voetbaltrainer geweest, die noemt dat dan scorebordjournalistiek. Ken je hem nog? Co? Co-Adriaanse, zeker Co-Adriaanse. Ja, die noemde dat scorebordjournalistiek, want er zit altijd wat, achter, zeg maar. En nou, wij zaten vanmiddag, zaten we het voor te bereiden en toen hebben we nog even verder gekeken. Ik had ook namelijk een ander gevoel erbij dan dat het heel slecht was. Ik weet je wel, ja, we hebben geen kampioenen gepakt. Sterker nog, we hebben geen finales gehaald. Maar was het nou zo slecht? Nou, dat gevoel dat... ja, ik had een dubbel gevoel, zeg maar. Toen hebben we zitten kijken naar het aantal kwartfinale plaatsen wat gehaald werd. Want als wij, nee, ik moet anders zeggen. Als we kijken naar de medaillespiegel, dan staan wij 16e. Dus, ja. Dus we hebben
wij staan als Nederland 16e op de medaillespiegel. Maar als je kijkt naar het aantal judoka's dat de kwartfinale heeft gehaald. En dat betekent dus, dan word je uiteindelijk 7e, 5e of verder omhoog, zeg maar. Daar stonden 9 judoka's. 9 verschillende judoka's van Nederland. En ik heb het even door zitten rekenen en zitten tellen. Er zijn maar 2 landen. Nee, er is 1 land wat echt beter is. Dat is Frankrijk. Het thuisland. Die had 12 judoka's daar. En Rusland, wat niet voor als Rusland uitkomt en dus ook helemaal nergens terug te vinden was. Dus we hebben even de poeltjes doorgelopen. Die hadden er ook 9. Net zoals Nederland. Alleen die waren veel beter omdat ze... die hadden 2 een kampioen en een zilveren medaille en 3 brons. En die hadden 3 vijfde plekken en 1 zevende. Dus die hadden meer medailles aan de bovenkant, zeg maar. Die hadden gewoon een betere score. Maar Nederland scoort met 3 derde plekken. 3 verloren wedstrijden om brons. Dus dan sta je echt om de medailles te knokken. Maar verloren om brons en 3 eerste ronde herkansings verloren, zeg maar, partijen. Er staan met 9 judoka's in kwartfinale en in het laatste stukje om de medaille, zeg maar. Dus als je daarna kijkt, is het helemaal niet zo slecht. En wat valt er dan tegen? Wat valt er in jou, wat vind jij dat er tegenvalt? Dus wat is, als je een conclusie moet trekken daarover? Nou, er vallen een hoop wedstrijden die op zijn... die 2 kanten op kunnen. Ja. Die vallen nu veel de andere kant op. En dan bij sommige wat meer ervaren mensen vielen die kwartjes nu allemaal, die dubbeltjes allemaal de andere kant op. Ja, ik snap wat je bedoelt. Frank gaat er nu vroeg uit. Ja. Als hij die doorkomt. Als hij dat potje net wint, loopt hij misschien wel in één keer door. Ja, misschien ook niet. Nee. Maar als we algemeen moeten zijn, is het volgens mij dat sterkhouders tegenvallen. En dat sterkhouders zijn judoka's die over het algemeen er altijd staan. En dat is ook Michael Korrel, dat is ook Noël van het End. Dat is ook Roy Meijer, die er eigenlijk altijd wel staat op dat soort momenten. Die vallen tegen. Waarvan er een aantal misschien ook wel niet meer zo goed zijn als dat we verwachten dat ze zijn. Roy is misschien wel niet meer zo goed. Tonic is misschien niet meer zo goed. Dus er zijn er een aantal die gewoon... Frank, precies hetzelfde. Los van het feit dat hij de week ervoor wel weer meedoet. Maar ja, die laat het steeds meer afweten. Voor je gevoel, zeg maar. Hij is daar zelf heel reëel in als je hem hoort praten. Er waren blessuregevallen. Roy had het over zijn knie. Guusje Steenhuis hebben we gezien in de halve finale dat ze geblesseerd raakt. En daardoor ook eigenlijk de wedstrijden om het brons niet fatsoenlijk meer kan judoën. Tenminste, zo zag het eruit. Of dat daadwerkelijk zo is, dat zullen we zien. Als ze volgende week weer op de mat staat, valt het misschien allemaal wel weer mee. Maar ik heb het idee dat ze daar echt heel veel last van had. En er is een jonge generatie die best wel aardig onderweg is. En... ik denk dat dat wel een belangrijke conclusie is van dit EK. Dus ja, als je scorebordjournalistiek kijkt naar het aantal medailles, valt het heel erg tegen. Maar als je kijkt naar het aantal kwartfinales dat door de individuele judoka's wordt gehaald, zijn het gewoon 9. En op het moment dat je, wat jij net zei, een beetje geluk hebt, iets meer geluk, dat het net wel jouw kant oprolt. En ja, dat moet je doen op dat moment. Maar wat, dat vond ik Jur en Marinde... Ja, dat is trouwens bijzonder wat er gebeurde zondag volgens mij. Want volgens mij is dat nog nooit gebeurd tijdens een EK. Of in ieder geval, het is heel lang geleden. Dat er namelijk analyse was in de studio bij Studio Sport. Vaak is het dan dat er niks anders is. Maar in dit geval zat Marine Verkerk en Jur Spijker zat in de studio van de NOS om het te analyseren. En Henk Grol was co-commentator bij Kees. En... Marinde en Jur zeiden dat, en volgens mij was het Marinde, die zei van ja, het is wel leuk dat EK, natuurlijk ga je daar naartoe en dan ga je er om te winnen. Maar er zijn ook een aantal judokers die heel hard hun best moeten doen om punten te pakken voor de wereldranglijst. Om sowieso hoog genoeg op de lijst te komen om voor de Spelen in aanmerking te komen.
Dat die soms ook kiezen voor andere toernooien, voor een iets andere opbouw. Want straks Tokio, wat in december eraan zit te komen, daar punten pakken is belangrijker dan op het EK, waar je gewoon eigenlijk heel weinig punten voor krijgt. Omdat het geen wereldtoernooi is, maar een continentaal toernooi is. Ja, en ook voor de Grand Slam Abu Dhabi de week voor het EK krijg je meer punten dan op het EK van hetzelfde resultaat. Ja, nou, dus dat zegt natuurlijk, ook dat zegt wat. En het is een titeltoernooi, dus natuurlijk moet je daaraan staan. Maar een titel op een EK levert je in de selectie naar de Olympische Spelen ook geen voordeel op ten opzichte van je concollega's in dezelfde gewichtsklasse. Want hoe zit dat ook alweer? Ja, als je kijkt in eerste instantie naar de, als we twee geplaatst hebben naar de wereldranglijst, waar de eerste vier staat op de wereldranglijst en je concurrent niet, dan heb je voorrang. Ja, dus wereldranglijstpunten zijn belangrijk. Moet je wel heel hoog staan, wil je daar. Maar sowieso kijk je daarnaar. Die zijn sowieso belangrijk, want als je niet hoog genoeg staat op de wereldranglijst, ga je sowieso niet. Nee. En dan Kim Ponning staat nu bijvoorbeeld sowieso niet hoog genoeg om naar de Spelen te mogen. Ook al zou er verder niemand zijn. Nee. Daarna kijken ze naar het aantal wereldtitels. Ja. In de Olympische cyclus. In de cyclus, ja. En als dat gelijk is, kijken ze nog naar het aantal WK-medailles. Dus een WK-medaille heeft wel voorrang, maar een EK-medaille niet. Nee. Omdat een Spelen ook een mondiaal toernooi is en een EK niet. EK niet. Nee, dus in deze periode zitten ze ook. En dat is ook, ik heb nog wat contact gehad met de trainers op Papendal. Een trainer op Papendal. En die zegt ook, die was ook niet heel ontevreden over het resultaat gezien de fase waar ze momenteel in zitten met de judoka's. Dus dat heeft hier ook voor een deel mee te maken. Was het fantastisch? Nee, drie medailles. Voldoet niet aan de eisen die ze op voorhand gesteld hadden. De doelstelling die ze op voorhand gesteld hebben. Nee, het was vier medailles waarvan minimaal één kampioen. Ja, en een aantal, geloof zes of zeven judoka's binnen de beste zeven. Dat hebben ze dan wel gehaald. Dus ze voldoen alleen niet aan die titel. En dat had, dan ga ik nu heel zwart-wit doen. Guusje, als die niet geblesseerd geraakt had in de halve finale tegen die Beum. Want dat was ik vond ze beter tegen die Beum. Had ze zomaar Europese kampioen kunnen worden, had je niemand gehoord, want dan was het gewoon. Dan had je namelijk nog een extra medaille gehaald, want zij verloor nu. Dan had je gewoon vier medailles gehaald. Maar goed, dat is hoe heet het? Ja, precies. Dat doet er niet toe. En dat is ook onbelangrijk verder. Een ander ding wat er nog speelde op de achtergrond is. En dan komen we straks nog wel even op de individuele resultaten. Is dat er vandaag in het Telegraaf een stuk stond over coaches die advies zouden willen geven aan de huidige trainers omdat het gewoon slecht is. Het letterlijke stukje zal ik wel delen, is ook al gedeeld links en rechts, maar ik zal het nog wel delen via sociale media. Maar wat er eigenlijk op staat is dat het, als het aan een aantal oud judo-coaches ligt, moet er iets gedaan worden aan de schrale oogst aan medailles die Nederland afgelopen weekend begon tijdens het EK in Montpellier. Nou, dat. Waar gaat het dan over? Het is een stukje waar vooral Willem Vissers aan het woord is. Of in ieder geval gequote wordt, laat ik het zo zeggen. Het is een stuk van Renze Wolkema. Wat daaruit blijkt is dat zij aangegeven hebben om in intervisiegesprekken met de coaches te willen praten. En dat daar geen gehoor aan wordt gegeven door de Judobond Nederland. En de kop is dan ook, oude meuk in Judoland ligt overhoop met directeur topsport Gijs Ronnes. Dat is een echte telegraafkop. Want volgens mij liggen ze helemaal niet overhoop. Maar dat is wel als je dit leest, dan denk je van het is echt, er is shit. Wat blijkt nou het geval te zijn? Want ik heb nog even wel contact gehad. Dus ik heb ik had dit stukje iets kunnen aanvullen nog met wederhoor, zeg maar. En misschien is dat wederhoor er wel geweest en hebben ze toen gekozen dat er niet in te stoppen. Eigenlijk is het de bedoeling van de coaches, dat is wat men zegt op Papendal, dat zij contact opnemen met die coaches. En daar hebben ze niet voor gekozen. Zij willen met iedereen praten. Iedereen is welkom om een kop koffie te komen drinken op Papendal en met coaches daar gesprekken te voeren over hoe het gaat en wat zij ervan vinden.
De meeste coaches, ik kan niet voor iedereen spreken, maar de meeste coaches staan daar echt voor open. Alleen om, als het niet zo goed gaat, of om op per toolbeurt mensen te gaan bellen om te vragen naar hun mening. Dat is niet de manier waar ze op willen werken. Of via, zo willen ze niet werken. Dus daar hebben ze niet voor gekozen. Dus dat doen ze niet. Dus ze zoeken niet zelf dat contact met die groep van oud-bondscoaches, waaronder ook Marjolein van Uden en Christen Korte. Maar op het moment dat die mensen willen praten, dan zijn ze altijd welkom op Papendal om daar een gesprek te voeren met de desbetreffende mensen. En dat wordt dus niet tegengehouden door de directeur topsport. Dat wordt niet tegengehouden door coaches. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus dan hebben we dat Telegraaf-stuk ook ontzenuwd. Dat we nog eens zo actueel zouden zijn, Pim, potverdorie. Maar het is wel belangrijk, want er is wel een hoop... onrust men zeurt, zeg maar. En het is wel van belang dat de judoka straks op het spelen wel presteren, zeg maar. Ja. En ze hebben gewoon een aantal judokas volgens mij die dat prima zouden kunnen. Want als we er doorheen lopen, dat wat we op de mat hebben gehad, hadden we bij, laat maar mannen en vrouwen doen. Wat hadden we bij de mannen? Konieke Chakadua op de eerste dag. Ja. Die verliest van... de latere zilveren medaillewinnaar in de Golden Score of Straf is de tweede wedstrijd. Ja. Die stond in de eerste ronde tegen Mo, die... Die ook een paar maanden traint. Trainingsmaatje, ja. Die in het vluchtelingenteam zit. Ja. Ja, ja, precies. Rashi Noon is dat. Ja. Maar goed, die is, als we kort door alle judokas lopen, Tornike is een van de judokas waarvan... ik altijd meer van verwacht. En het komt er gewoon de laatste tijd niet uit. Nee, hij zei het nu zelf ook in het interview in de afloop. Ja. Dat hij inderdaad wat motivatieproblemen gehad had. En zijn voeding niet onder controle gehad had. En dat dat nu weer beter ging. Ja. Dus dat hij daardoor er extra van baalde dat hij nu in de tweede ronde eraf ging. Ja, maar goed. Dat is maar dat hij wel het gevoel had dat hij de stijgende lijn weer te pakken had. Nou ja, goed. Dan hadden wij in de 81, hebben we het al kort over gehad, hadden we Frank de Wit. Die verliest van dezelfde Oostenrijker waar later Matthias Kassa ook van verliest. Want als je het hebt over slecht, de Belgen waren pas slecht. Hadden een slechter resultaat, laat ik het zo zeggen. Met twee verloren wedstrijden om het brons en helemaal verder helemaal niks. De rest bijna allemaal eerste of tweede ronde eruit. Daar is meer te doen nog dan in Nederland. Maar goed, Frank eruit. Wat daar opvallend was dat hij zei dat hij zelf helemaal leeg liep. De normaalste kracht is dat hij kan blijven gaan een heel beetje. Ja. Nou ja, dat is. Maar Frank heeft de week ervoor in Abu Dhabi staan draaien. Ja, met de tweede. Ja. Dus misschien is dat, wordt hij wel, krijgt hij wel een draai om zijn oren omdat hij dat gedaan heeft, zeg maar. Maar goed, hij heeft daar wel punten gepakt. En hier op de TK waren er minder punten te verdienen. Dus dat, ik denk dat hij netto meer punten heeft op de wereldranglijst dan... Zeker, dat is andersom geweest. Ja, precies. Nou, dat dus. Dus ja, nou goed, daar hebben we het al over gehad. Zo'n Grand Slam ziet het grote publiek niet. Nee, precies. Noël van Dent, half finale. Ja. Nee, dat is helemaal niet zo slecht. En verlies daarvan de Olympisch kampioen. Ja. Hoe heet hij ook alweer? Bekuri, Georgi Mirozari. Ja. En Georgi was ook geloof ik de verliezersfinis op de laatste WK. Ja. Die Georgiërs zijn in dat gewicht, in de 90 zijn die heel, heel dominant. Maar Noël is ook natuurlijk oud wereldkampioen. Dus maar goed, die verliest hij daar. Uiteindelijk daarvoor alles gewonnen. En verliest dan uiteindelijk van Toot. Dus, dat is een judoka die hem niet zo ligt. Hij wordt uiteindelijk gedisqualificeerd. Daar was het zelf helemaal niet mee eens na afloop. Misschien inmiddels wel weer een beetje. Maar ja, hij maakt gewoon staande wakikata mee. Of tenminste, in de transitie van staande naar de grond maakt hij wakikata mee. Omdat hij de revers loslaat. Henk zag dat wel goed. Ik vond de uitleg van zowel Kees en Henk, maar ook van Marinde en... wat minder. In de zin van, wat mag er nou wel, wat mag er niet. Je mag staande geen armklemmen maken. En je mag in de transitie van staande naar de grond geen klemmen maken die een gevaar zijn voor de ander. Dat zijn gewoon verboden handelingen. En dat is wat er gebeurde. Want hij pakte gewoon alleen de arm.
En die liet hij wel los aan het einde, waardoor de druk op die arm wat minder groot was. Maar ja, hij maakt wel die handeling. Edith Bos heeft daar vroeger ook wel eens links en rechts potje mee verloren met dat soort wedstrijden. Ja. Om maar eens even in de geschiedenis te stappen. Dus dat, daar verliest hij van die Toot. Is de vraag of dat hij die wedstrijd wel gewonnen had, want Toot ligt hem gewoon niet. En, maar goed, daardoor wordt hij vijfde en niet pakt hij geen medaille. Dan hebben we in de 100, daar ging Simeon Caterina er vrij makkelijk af in de eerste ronde. En eigenlijk niet makkelijk, een beetje lullig, maar hij komt nooit meer terug. Ik geloof dat hij 3 of 4 seconden voor tijd kreeg die score tegen. Dus dat was echt... Ja. En dan is gelijk je toernooi voorbij. Want, ja, zo hard is het. Ja, ja. En Michael Korrel was, weet ik niet meer zo goed. Was dus, de kampioen, die kwam in de kwartfinale. Oh ja. En dan verloor hij van een Rus. Ja. Kanikovski. Ja, dat is het. Nee, voor mij was het een nieuwe Rus, maar dat kan aan mij liggen. Maar die Russen zie je ook niet. Dat zei je heel terecht in, ja, het voorgesprek. Die Russen die zien we niet meer, want die mogen natuurlijk alleen maar onder neutrale vlag meedoen. Ja. Dus die zie je bijna niet meer op de internationale tour. Volgens mij deed ze Abu Dhabi ook mee, maar dat weet ik niet zeker. Dus je ziet ze bijna alleen maar op het titeltoernooi. Op WK waren ze er ook opeens weer. Ja. En toen zei Roy, toen was Roy geloof ik wel geplaatst. Ja. En, maar ja, die Rus niet, want hij was alles punten kwijt. Ja. Dus je kwam in de eerste ronde. Roy zei van, nou, normaal zo krijg je koekenbakkers in de eerste ronde. En nu kreeg je gelijk die... Kan bij herinneren, ja. En dus je kan ze sneller treffen, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik denk ook dat ze wat minder makkelijk te analyseren zijn. Omdat ze minder toernooien draaien. Ja, dat zou wel goed kunnen. Dat je ze minder vaak in je handen hebt en dat je dan minder beeldmateriaal van ze. Dan moet je overigens wel, als je tegen judo met twee handen vast blijven judoen. Want dat deed Michael niet echt. Nou, die was hem helemaal kwijt en daardoor kreeg hij een knal. Dat was echt dat was een mooi punt. Maar niet leuk als je hem krijgt, zeg maar. In de herkansing kwam hij een bekende tegen. Oud wereldkampioen ook. Mag jij die naam weer uitspreken? Het is een echte Spanjaard. Ja, Serradasishvili. Ja, precies. Oud wereldkampioen in de 90. Ja, het jaar voor en het jaar na dan wel. Ja, zou kunnen. Weet ik niet precies. Maar rond dan wel. Rond het periode dan wel weer. Hele grote Spanjaard. Vooral voor de 90 was hij echt belachelijk lang. Ja, heel lang. Maar er zijn sowieso heel veel, het zijn allemaal eigenlijk Georgiërs die die Oostenrijkers hebben ook een aantal van dat soort Georgiërs lopen. Want Frank de Wit verloor ook van zo'n Georgiër met een Oostenrijkse paspoort. Maar goed, Michael kwam daardoor ook niet verder dan een 7e plek in dit geval. Nou, dan de 100. De plus 100. Ja. Meijer en Snippen. Allebei. Tegen elkaar in de kwartfinale. Ja, tegen elkaar in de kwartfinale. En daar won Jelle weer. Want die had in een eerder toernooi ook al een keer van hem gewonnen. Ja, een Grand Slam. Ja, ik weet niet meer welke, maar dat doet er ook niet toe. Maar het meest opvallende van die plus 100 was het verhaal achteraf dat Roy zonder coach staat. Ja. En omdat hij gebroken is met Jean-Paul Bell. Dat is blij, daar is een Jur vertelde in de analyse dat er een clash is geweest, dus dat ze wel dat er echt wel een woordenwisseling is geweest. Iedereen weet dat Roy is een bijzondere jongen, zeg maar, in alles wat hij doet. Hij danst op de mat, hij doet rare dingen, hij is ook ontzettend grappig zo nu en dan. Het is een beetje je vindt het grappig, je vindt het leuk, of je haat hem werkelijk. We komen straks nog terug over het... we gaan naar de boekenhoek straks. Dan hebben we het als het boek Focus van Henk Grol komt daarin voorbij. Henk Grol haat Roy Meijer. En die is daar heel uitgesproken over. Dat was hij overigens ook in de analyse als co-commentator. Ja. En daar vind ik dan weer van dat je als NOS moet kiezen voor een co-commentator die... neutraler is. Maar goed, dat weet je niet. Ik ben benieuwd wat ze doen voor een volgende keer. Of dat ze hem nog een keer terughalen. Je hebt wel een uitgesproken mening naast je zitten. Maar ik vond Mark Huizinga en Ruben Houkens veel neutraler in hun commentaar. Heel kundig ook. Ik zal niet zeggen dat Henk niet kundig was. Was kundig. Maar je merkt wel dat hij een aantal zaken gekleurd is. En dat was vooral in het zwaargewicht. Kon hij dat niet... daar kon hij niet wegstoppen. En dat, ik vind dat je dat als analist, ook als er iets gespeeld heeft, vind ik wel dat je dat zou moeten kunnen doen. Maar goed, dat is wat het is.
Nou ja, ze komen tegen elkaar. Jelle wint. Jelle haalt uiteindelijk. Ze zijn de brons verliezen in de halve finale van Tourmalijnen. Ja, de kampioen. Ja, die de Masters gewonnen heeft in augustus. En die nu EK wint. Ja. Ook gewoon kansloos hoor. Schouderworpie, huppakee. Ja. Of kansloos. Ja, je bent nooit kansloos. Maar weet je wel, het is niet dat hij echt in de wedstrijd is geweest daar. En hij wint uiteindelijk om het brons. Dus hij gaat met een EK medaille, zijn eerste EK-medaille naar huis. Als het gaat over de senioren. Ik weet niet of hij bij de in de jeugd, dus bij onder 18, 21, 23 ooit een EK-medaille heeft gewonnen. Heb ik me niet opgezocht, maar daar ben jij heel goed in de disseling. Ja, precies. Maar volgens mij is zijn eerste EK-medaille. En Roy Meijer verliest in de herkansing. Van ook weer een Rus. En kwam die er gewoon niet aan. En, maar het grootste probleem is natuurlijk met Roy. Dat hij zit daar eigenlijk zonder coach. En en wat je dan hoort is dat in de interviews allemaal. Dat de bond is al in maanden met hem in gesprek hierover. Dus dit speelt al langer. Nou, dat heeft invloed op de prestaties van van zijn judoka. Ja, hij geeft ook aan dat hij zich eenzaam voelde in het interview achteraf. Ja, nou ja, goed, dat zegt genoeg. Dan val je er buiten. En wiens schuld dat is, geen idee. Wij hebben hem op CIO's in de tijd dat ik daar docent was ook gehad. Moeilijk te sturen. Draait zijn eigen programma wat dat betreft. Maar het meest extreme verhaal is natuurlijk dat je bent gecentraliseerd met een aantal judoka's. Dan volgens mij kan je maar twee dingen doen. Je kan het oplossen binnen de mensen die je daar hebt lopen, want je bent gecentraliseerd. Je kan geen mensen van buiten halen, want je kan geen decentrale coaches daarvoor gaan gebruiken. Dus je moet het met de mensen doen die je binnen hebt, want voor die formule heb je gekozen. En op het moment dat niet kan, omdat dat niet werkt, dan moet je hem loslaten. En misschien hebben ze dat al gedaan. Als je puur kijkt naar waar die momenteel staat, dan is hij misschien ook inmiddels wel de derde zwaargewicht in Nederland. Zo reëel moeten we ook wel zijn. Want Joris Spijkers is geblesseerd, maar staat hoger formeel. Ja, vorig jaar Europees kampioen. Ja, Jelle Snipper verslaat hem de laatste twee keer. Dus is misschien wel de betere judoka inmiddels. Dus misschien is de tijd Roy Meijer wel voorbij. Maar dat doet niets af van het feit dat hij geen coach heeft. En dat hij binnen de structuur van de Judobond Nederland een coach moet krijgen. Of ze moeten afscheid van hem nemen. Dat kan ook, hè. En dan ben je dus een judoka van buiten die niet meer op Papendal draait. En ben je ook al je privileges wat dat betreft kwijt. Maar in zo'n centraal georganiseerd orgaan zoals zij daar draaien, moeten ze het binnen de muren oplossen. Of ze moeten afscheid van hem nemen. Dat zijn volgens mij maar twee mogelijkheden. En al die andere zijn oplossingen die je doet om een beetje papa nat houden tot aan de spelen, of tot aan de beslissing is genomen, en dan gaat hij alsnog weg. Nou, dat is volgens mij niet oké. Nee, en dan schep je een president voor anderen. Een volgend conflict. Ja, precies. Dus, nou ja, goed. Dat is het. Dat waren alle mannen. We hebben trouwens wel, die heb jij gevonden. Ja, ik kreeg een berichtje. Ik kreeg een videootje. En mogelijk een nieuwe coach voor. Ja, vouw hem op! Yeah. Vouw hem op, Roy! De winnaar in white from Serbia. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Hebben! Ja! Hou vast! Ja! Hou hem vast! En dan weer man. Ja! Ja, dat is nog. Ja, dat is, zou het zomaar kunnen, Pim, dat hij het is. Wanneer is dit opgenomen ook alweer? Tijdens de Grand Slam van Abu Dhabi. Abu Dhabi, oké. Is Abu Dhabi opgenomen? Roy heeft zelf op zijn socials ook al gedeeld. Wij gaan niet zeggen wie het is. Het is ook geen prijsvraag, maar misschien dat dit de nieuwe coach voor Roy Meijer voor de komende tijd is. Het zou grappig zijn. Ja, ik had het niet achter deze man gezocht. Nee, ik had het ook niet achter hem gezocht, maar dat weet je nooit. Ik heb jou ook wel eens horen brullen buiten of aan de kant van de mat. Dus jij bent van nature ook nogal rustig. We gaan naar de dames. Want we hebben de mannen nu gedaan. Julie Beurskes in de 57 was de eerste volgens mij. Die op de mat kwam.
Of nou, ik weet niet of ze als het eerst op de mat kwam, maar het is op de... Ik denk het wel, want ze stond vrij hoog in het schema. Oké, okay, nou, dan was dat correct. Die won haar eerste partij en die verloor de tweede van een Française. Ze is ziek. Ja, dat is een echte wereldtopper. Ja. Olympische medaille. Ja, maar verloor maar met een Vasari. Dus het, weet je wel, het is niet zo dat je eraf geknald wordt. Het is gewoon wedstrijd uit volmaken en met een Vasari verliezen, omdat zij misschien net even iets beter was. Dat gold. Goed Nederlands. Ja. Dat gold voor Pleuny Cornelis precies hetzelfde. En maar dat was wel in de eerste ronde, maar het was om met een Vasari. Ja, dus die min 57, waar wij altijd roepen van hup, hup, hup. Nou, dat doen wij al lang, hè. Want voor ja, richting de Olympische Spelen. Die konden het gewoon niet bolwerken dit keer, helaas. Dat is jammer. Ja, een beetje het niveau wat ze nu wel een beetje naar behoren. Ja. Misschien de Pleun, die weet je van Pleun die van tevoren op voorhand verwacht van dat ze die eerste... Ja. Dit was een beetje een gelijkwaardig meisje, denk ik, bij je gezet. Ja, dat ze nog een rondje doorkomt of misschien twee ronden doorkomt. Ja, nee, goed. Maar het is al dat volgens mij wel naar behoren. Ja. Dan hebben we de min 63. Joanna Vlieshout. Wint haar eerste twee partijen. En verliest dan van Israëlische. Sharir. Op straffen. En in de herkansing krijgt ze het Portugese Timo. Dat is ervaring volgens mij. En die verliezen ook met een Vasari. Dus ze gaat er dan af. Maar met straffen en met een Vasari. Het is niet zo dat ze knallen krijgt, zeg maar. Dus het is, misschien verwachten we wel iets te veel van haar. Ja, ik denk ook dat ze pakt natuurlijk een verrassende WK-medaille. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Vorig jaar. Ja, en nu komt ze toch gewoon weer bij de beste 7. Ja. Ja, maar misschien verwachten we door die medaille wat meer van haar. Kijk, dat was toen heel verrassend. En je kan van zo'n jonge judoka eigenlijk niet verwachten dat die gelijk stabiel... Die zijn er wel, die dat gelijk stabiel zijn vanaf dat moment. Maar je kan bijna niet van haar verwachten dat ze al direct dan weer een medaille pakt. Nee. Terwijl ze, weet je wel, ze is er niet afgeklapt door iemand. Ze heeft gewoon, de partijen volgejudood en verliest... doordat ze net scoren tegenkrijgt of op straffen eraf gaat. Dan iemand die altijd levert in de min 70. Sanne van Dijken was ontevreden in de interviews. Ja. Maar daar is Sanne altijd ontevreden. Want als ze wint... Als ze geen gaat vindt, dan is ze ontevreden. En dat is de enige juiste instelling, denk ik. Dus dat, wat dat betreft is dat prima. Die verliest de kwartfinale van Rusin. Taimazova. Daar had veel meer in gezeten. Maar heeft wel een rijtje dames vervolgens verslagen om uiteindelijk... want die pakt nog Svetko, Kroatische. Ja. In de herkansing. En om het brons winsten van die Griekse. Waar ze in het begin nog wel moeite mee had, volgens mij. En dat... Ja, precies. En uiteindelijk komt ze gewoon met een medaille naar huis. En was vooral de blijheid na afloop. Was toch wel heel mooi om te zien. Omdat de publiek zit heel dicht op de rand van de mat. Dus ze had direct contact met de familie. Dat was erg leuk om te zien. Ze heeft een medaille meegenomen. En ze komt er om kampioen te worden. Dat is aan de stand ook wel een beetje verplicht. Nou, ze zei het ook. Van, ik kom om kampioen te worden. Als dat niet lukt, dan moet ik een medaille meenemen. Dat heb ik gedaan. Ja. Nee, goed. En weet je, dat is dan ook brons. Maar goed, Sanne kan ook gewoon kan ook met een andere kleurmedaille naar huis gaan, zeg maar. Nou, als het net iets gunstiger valt. Ja, ze zei het nu van, ik ben op 100, ik denk dat ik momenteel op 100 dagen van het jaar de beste van de wereld ben. Ja. En ik moet ervoor zorgen dat ik op te spelen op 365 dagen van het jaar de beste van de wereld ben. Ja, nou ja, goed, dat is ook zo. Ja, je moet vooral op die dag de beste van de wereld zijn. Dat is de, ja. Dat mag best 100 dagen per jaar zijn. Als ja, dan maar op de Olympische Spelen is. Ja, precies. Maar ik snap wat ze bedoelt. Ze moet gewoon de allerbeste zijn en dat niemand aan haar komt. Dat snap ik wel. Dat gevoel, daar is ze naar op zoek. Nou, Kim Polling, zoals Kim Polling de laatste tijd is, gewoon, het valt een beetje tegen. Ik heb het idee, als ik naar Kim kijk, dat er zijn veel belangrijkere dingen in het leven van Kim momenteel. En dat is haar familie volgens mij. En vooral die kleine die eraan toegevoegd is afgelopen jaren. En ze zal zich helemaal te pletten trainen en er alles aan doen om de beste te zijn.
Maar ja, ik denk dat Kim Polling gewoon lekker blijft judo voorlopig nog een poosje. En er alles al zal doen om links en rechts nog een medaille te winnen. Maar ja, zij gaat Sanne van Dijk nooit afhouden van de Olympische Spelen. Nee, dat wordt nooit meer. Dat kan zoals niet. Vorige keer gaat dat niet. Dat gaat niet gebeuren. En dat, maar goed, dat weet ze zelf ook. Weet ze zelf ook wel, denk ik, ja. Ja, dan 78 verliest Lieke Derks in de tweede ronde. Nadat ze de eerste ronde echt feilloos door was gekomen. Echt het meisje vernederd bijna. Echt veel beter. Ik vond het zeer overtuigend. En de tweede ronde verliest ze van Belandi, de Italiaanse. Is dat nummer 1 van de wereld? Ja. Ja, nou ja goed, die verliest later de finale. Dus ja, daar mag je van verliezen als junior, zeg maar. Je hoopt niet dat dat gebeurt. En ook daarin deze in eerste instantie nog prima mee. Maar uiteindelijk pakt Belandi. Het leek wel alsof Belandi een versnelling zwaarder ging trappen of zo. Ja, beetje gas bij. En ik zal het even oplossen. Nou, Guusje Steenhuis, hebben we het daarover gehad al, min of meer? Een beetje. Als ze niet geblesseerd raakt in de halve finale, ja. Wordt ze kampioen. Nee, ja, dat is wel een beetje wat er gebeurde. Want nee, goed, jij hebt een heel lijstje gemaakt van wie ze tegenkwam. Ja, ze wint van de Poolse Pasjoet. Ja. Die zal een keer een EK-finale van verloren. Ja. Daarna wint ze van Chimio. Ja. Europees kampioen in 2014, 16 en 17. Ja. En vorig jaar nog tweede op het WK. Ja. Verlies aan de halve finale van Beun. Daar raakt ze geblesseerd volgens mij. Ja, dat is Daar is het in ieder geval zichtbaar dat ze geblesseerd raakte. Ja. Ja, dat is de Europees kampioen van vorig jaar. En die werd nu weer Europees kampioen. Ja. Nou, en dan de brons tegen de Portugese Sampaio komt ze nog net op onze vlieszak. Ja, nou ja, goed. En daar zie je, dat is een schouderworpmeisje. En je ziet gewoon dat ze niet meer... het lijkt alsof dat ze er niet omheen kan stappen meer. De stabiliteit in de knie heeft en ook de handigheid en het vertrouwen om ergens makkelijk omheen te stappen. En in eerste instantie krijgt ze een Vasari tegen en dat laatste punt eigenlijk een beetje dezelfde soort schouderworp, alleen ontstaat gewoon door standaard, nou ja, wat op trainingen veel gedaan wordt. Als jij je maatje naar de mat, randje van de mat duwt, loop je het risico dat je een worp krijgt. Nou, dat was standaard, want ja. Ze zet ze op het randje van de mat en dat meisje kroopt eronder. Het was gelijk klaar, dat meisje, deze jonge vrouw. Die had zomaar, als ze niet geblesseerd was geweest, had ik het idee dat ze zomaar in de finale mooie dingen had kunnen gaan doen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dan de 78, de zwaargewichten, met de mooie verrassing dat Marit Kamps daar een medaille pakt. Dat kan, maar dat had ik toch ook nog niet verwacht. Ik had eerder Karen Stevenson daar gezien. En waar dat dan, ja, dat is dan op basis van ervaring, zou je dan zeggen. Ja, die, even kijken hoor, die verliest de kwart van Dikko volgens mij, Stevenson. Ja. Ja. Nou, daar kan ze winnen van de Oekraïense Homan. Ja. En onder brons verliest van de Italiaanse Tavana. Ja, daar kwam ze uiteindelijk gewoon die, ik had het idee dat ze beter was, maar dat lukte er uiteindelijk niet. En Marit Kamps, die komt eigenlijk dezelfde judokas tegen. Want die wint eerst die Homan, verliest dan van Dikko in de halve finale. En Dikko wordt uiteindelijk fluitend kampioen. Want die geeft in de finale er een punt. Slaapt ze nog slecht van, denk ik. En dan wint Marit van de Turkse Özdemir. En dat is echt heel knap. Nou, als je dan kijkt naar die hele rij, dan hebben we het wel geanalyseerd zoals we het zouden moeten analyseren, denk ik. En dan denk ik net in dit geval dat Marit Kamps een beetje de... Joanna Verlies is van het WK. Ja, ja. Beetje, het is dezelfde generatie. Ja. Ja. Dat is de verrassende brons medaille. Ja, en ik zei in de voorbespreking Jelle Snippen ook, maar Jelle is al 25. Maar jij zei heel terecht, ja, Jelle heeft nooit de kans gekregen omdat er altijd zwaargewichten voor hem zaten. Heerswijkers. Ja, precies. Die heeft nu de kans gekregen, heeft hem ook direct gepakt. Dat vind ik wel heel knap trouwens. Jelle heeft trouwens één. Andere EK-medaille. Okay. Hij heeft ook een EK-medaille op het EK onder 23. Ja, ja, onder 23. En voor jou brons. Oké. Nou, mooi. Hey, ik kijk even naar de tijd. Ik denk dat wij... het EK Den Haag is al zo lang geleden, onder 21, dat we dat lekker laten lopen. Het was prachtig, we hebben het de vorige keer al over gehad. Ik was op een dag dat er niet zo heel veel gebeurde, maar de dagen daarna was het een feest, individueel en team. Ja, ik riep de vorige keer van de feestdag was de zondag. Ja. Het moest natuurlijk de zaterdag zijn. Ja, maar de zondag was een mixteam. Ja, maar dat was ook mooi hoor, dat was sfeer hoor.
Ja, maar natuurlijk op zaterdag. Ja, was raak. Het drie man kampioen. Dat ja, is natuurlijk de gouden dag. Ja, dat is waar. Dan wordt Lars van Oostenrijk, Dirk de Pauw, niet zweers voor Europees kampioen in eigen huis. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou ja, goed, weet je, dus dat was fantastisch. Daarna hebben ze nog een WK gehad waar Lieke Derks uiteindelijk de beste prestatie levert door tweede te worden. En Julie pakt daar wel een medaille. In tegenstelling tot op het EK was de wedstrijd om het brons verlies. En hetzelfde geldt voor Jules Schel. Ja. Ook derde op het WK en verlies op het brons op het EK. Ja. Nou, dan hebben we het WK onder 18 is nog geweest. Nou, dat is echt lang geleden. Dan werd Xana van Leij werd daar derde. Ja, nou goed. Dan, verder moeten we daar niet meer over hebben. Abu Dhabi hebben we het kort over gehad. Doordat we het net hadden over... Er waren drie achter elkaar. Die fantastische coach. ja, precies. De drie toernooien. Wat was het ook alweer? We hadden eerste Grand Slam. Oh ja. Daar werd Frank de Wit tweede in de 81. Ja. Had het er natuurlijk al over gehad. Ja. Daar werd derde werd Naomi van Knevel. Ja. Die was weer, ja, weer terug. Ja. Hilde Jager werd derde. Ja. Die deden ook geen EK. Nee, ook niet. Daar derde. Ja. Naomi ook niet trouwens. Ja, de Snipper werd daar ook derde. Ja. En Tornike Chakadua en Michael Korrel verloren rond brons. Ja, dus Tornike zat daar ook wel weer toch weer aan de goede kant van de medaille. Dus die heeft de week voor het EK wel laten zien dat hij weer een beetje mee kon. Dus het is natuurlijk wel, niet alle toppers liepen daar, maar goed, los daarvan. Hij was er wel en deed mee om de medailles. Ja. En daarachteraan gaat het WK Kata. Ja. En daar werden Erik Vaas en Niels Neumann derde in het Nagano-Kata. Ja, en daar zat er een aantal dichtbij, een aantal andere koppels. In het Nagano-Kata ook, in het Kimono-Kata zaten ze dicht bij de medailles. In het Ketamono-Kata ook, er was ook Peter Goos was volgens mij zes, als ik me niet vergis. En dus dat, maar goed, één medaille in dit geval. En daarna zaten de veteranen. En het zijn altijd een beetje dezelfde die er naartoe gaan. Maar het is altijd Jeroen Lettery, Hendrik Koppen en Jos Wennekes die daar uiteindelijk meedoen met nog een aantal. Hoor. Nee, daar ook iets meer mee. Ja, maar dit zijn wel de namen die ook altijd wel weer terugkomen. En voor de hoeveelste keer werd Hendrik Koppen kampioen? Zo, voor de achtste keer of zo? Ik weet het niet zeker. Dus, is bij de Masters in de... Nee, goed. Hij werd kampioen bij de Masters 7 in de plus 100. Ja, maar volgens mij, ik weet het niet precies, maar volgens mij is hij al voor de... Jij zegt achtste keer wereldkampioen. Maar goed, het is in ieder geval veel. In ieder geval. En dat is echt heel, heel knap. Oké, dit was een bumpertje omdat we elke podcast gaan terugkomen nu op het weekend wat we gaan organiseren. 25 en 26 mei 2024, je kunt al inschrijven. Maar jij had nog een update? Ja, Hendrik Koppen niet voor de achtste keer wereldkampioen. Nee? Voor de twaalfde keer. Precies, nou, Hendrik gefeliciteerd, echt heel knap. Heel veel respect als je zo lang op dat niveau kan meekomen. Nou, bij de 61 tot 64 jaar. De eerste inschrijvingen zijn binnen van het weekend. Dat is mooi. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Want we hebben 100 plaatsen. En zoveel inschrijvingen zijn er nog lang niet binnen. Het is wel een weekend. Je kan momenteel alleen maar inschrijven voor het weekend. Dat is een bewuste keuze, hè, Pim? Daar hebben we bewust voor gekozen. Hè? Want wij denken dat als je het weekend hier bent, dat je pas echt het gevoel krijgt waar het om gaat. En dat je van één dag is leuk, maar dan ga je s'avonds weer naar huis. En dan van een weekend aanwezig zijn en allerlei verschillende trainers tegenkomen. Want niet alle trainers zijn beide dagen aanwezig. Dan denk ik pas dat je het echte gevoel krijgt van wat zo'n weekend inhoudt. Omdat we ook 's morgens op de tweede dag al wat vroeger beginnen met activiteiten. Om je lijf weer een beetje wakker te maken. Want dat is wel nodig als je al de eerste dag 7 uur op de mat hebt gestaan. Dus in eerste instantie alleen voor mensen die het weekend willen komen. Het zou kunnen zijn dat we daginschrijving gaan toestaan. Maar dat is dan niet eerder dan ergens in het voorjaar van het volgend jaar. Dus mensen die dat zouden willen. Ik heb heel weekend komen. Ja, heel weekend komen. Ja. En op het moment dat je denkt van shit, ja, ik kan echt alleen maar op die zaterdag. Of ik kan alleen maar op die zondag. Ja, ga dan... Nou, dat kunnen we wel voorstellen. Dan mag je een mailtje sturen. Via de website kan het wel. Via de website kan je wel een mailtje sturen. Dan zetten we je op een shortlist.
Dus op het moment dat jij dan... op het moment dat we het niet vol krijgen met alleen weekendmensen, dan maken we gewoon een ranglijst van mensen die dagen willen komen. Moet je even aangeven, ik wil zaterdag komen, ik wil zondag komen. Maken we twee lijstjes, zaterdag en zondaglijst. En zijn jullie in ieder geval, als er een plekje is op een van die dagen, verzekerd van dat moment. En is dat ook first come, first serve? Wat dat betreft dan wel, ja. Dan gaat het ook gewoon op volgorde van binnenkomst. Dan gaan we gewoon een lijst aanleggen van mensen die dat zouden willen. We hebben nog niet nagedacht over de kosten. Maar dat is in ieder geval de helft plus iets. Dus daar kan je vanuit gaan. We gaan er vanuit dat we het namelijk vol krijgen met weekendmensen. En dat is het streven. Dus dat gaan we zien. Heb jij nog dingen over het event? Nee, het meeste wel gehad. Ik heb één ding nog. Ik heb flyers laten maken. Die zijn er nog niet hoor trouwens, maar ik heb ze wel gemaakt, die zijn onderweg. Dat betekent dus dat je flyers kan gaan tegenkomen op events ergens, overal en ergens. En die zullen links en rechts neergelegd worden op tafeltjes, kan je meepakken. Heb je de gegevens op hardcopy, de meeste mensen doen alles digitaal denk ik dan altijd. Maar er zijn nog steeds mensen die dat op die manier willen. Dus die ga je vanzelf hier en daar tegenkomen. Oké, en dan dus de boekenhoek, ja. Ik had het al even over het boek van Henk Grol, Focus. Naar aanleiding van het stuk over Roy Meijer. Om Henk te quoten. Roy Meijer is gewoon een wandelende clown die rare dingen zegt. Een aandachtstrekker bovendien. Voor het winters trainingskamp in Brazilië kwam hij in een korte broek en een wijde tanktop aanzetten. Terwijl het buiten 2 graden was. Met een glimlach, zonnebril... koptelefoon, dan ben je gewoon niet lekker. Bij het trainingskamp van de vrouwen liep hij altijd in zijn onderbroek. Dat vind ik ongepast. Alleen maar om aandacht te trekken. Nou, dit soort stukjes staan dus in het boek van Henk. Er staan nog veel meer dingen in. Over zijn jeugd, hoe dat gegaan is. Dat hij niet weg mocht bij zijn eerste trainer om bij John van der Meer te gaan trainen. Die hem op de rails heeft gezet. En die John van der Meer naar het event komt. Ja, die naar het weekend komt om een training te geven. En er staan nog veel meer dingen in. Het is best een dik boek geworden. Met alles erbij, bijna 300 pagina's. Maar het zijn grote letters. Ik heb hem gelezen... Zonder bril? Nee, ik heb hem niet zonder bril gelezen. Ik kan niks meer lezen zonder bril. Ik heb nog net televisie kijken zonder bril. Nee, ik kan niet lezen. Dat heb ik niet gelezen zonder bril. Ik heb hem gelezen rond de Asian Games. Eigenlijk fluitend doorgewandeld. Ik denk dat het de moeite waard is om de achtergrond van Henk Grol... hij neemt geen blad voor de mond in ieder geval. En dat is ook wel mooi. Weet je, zo is Henk altijd geweest en zo is hij nog steeds. Zo was hij ook bij de NOS afgelopen weekend. Dus dat... ik weet niet of dat een goede keuze is voor een co-commentator, maar dat is mijn mening. Maar ik vond het een leuk boek om te lezen. Dus ik geef hem bij deze aan jou. Kan jij hem vast lezen? Jij hebt hem nog niet gelezen, alsjeblieft. Dus dat was de boekenhoek. En ik heb nog een dingetje uit de boekenhoek. En daarmee wordt de Jurenbond weer even geprikkeld, denk ik. Oh, de Jurenbond geprikkeld, ja. Help, ja precies. Nee, dit is het boek, dat heet Stoeien met Beleid. Boek, ja het is wel een boek. Stoeien met Beleid, geschreven door Mark Donners. Wij kennen Mark, we kennen hem niet, maar we hebben links en rechts al wat boekjes van hem behandeld. Ja, we hebben heel wat boeken van hem behandeld en hij had weer wat nieuws geschreven, dus hij contactte mij. En waar het nou mee te maken heeft is, hij heeft de juleraaropleiding gevolgd en dan moet je PVB's, proeven van bekwaamheid, doen. En je moet een aantal zaken schrijven. Je moet een beleidsstuk schrijven en dat soort zaken allemaal. En hij was niet tevreden over hoe de PVB's waren voor zijn... Ik denk dat jullie leren B-opleiding heeft gedaan. Ja, jullie leren B-opleiding heeft gedaan. Nou, en hij is een schrijver. Dus eigenlijk heeft hij iets geschreven voor verenigingen. Maar ook voor de Judenbond. Op basis waarvan zij hun PVB's... een beetje vorm zouden kunnen geven. Dus hij heeft dit gebruikt als boek ter afsluiting van zijn juleraar B-opleiding. Dus zijn dit zijn PVB's, maar hij heeft het dan uitgewerkt verder, zodat het een bruikbaar stuk is geworden, waarbij je binnen je vereniging
aan de gang kan met beleidsstukken. Stap voor stap heeft hij dingen uitgelegd. En hij is daar altijd heel handig in om daar ook schemaatjes bij te gebruiken. En van alles en nog wat. Dus het is een heel... het is best een mooi boek geworden. Waarbij je als club, waar je als club heel veel lol van zou kunnen hebben. Op het moment dat jij dingen anders wil. Of met beleid in de weer wil. Dus wat dat betreft best een aanrader. En ook voor de mensen die in de opleidingscommissie van de JBN zitten. Is dit best een aardig boekje om eens even door te worstelen. En is te gebruiken om erover na te denken. Of dat de dingen niet iets anders moeten dan dat ze nu zijn. En Mark Dornes. Stoeien met beleid. Uw vereniging op orde. Dat is wat het is. Dus ik heb eigenlijk twee boekjes voor de boekhoek. Nadat we een tijdje geen boekhoek hebben gehad. Pakken we er gewoon 2 in 1. Nou? Wat een feest. Wat een feest. Precies. Dan gaan we afsluiten. Dat doen we niet al, doen we via tips altijd. En we lopen heel snel even door de agenda heen. Er zit wat aan te komen aanstaande zondag al. Dat is heel snel. Er is een budodag ook bij de IMAF. Als we het over judo hebben. Is 12 november. 12 november, ja. Die doen... het eerste blok in de ochtend is... volgens mij kimono kata. Kata in ieder geval. Ja, kimono kata. En het tweede gedeelte is geen judo, maar is BJJ. Dus voor de mensen die een dagje willen... judo is dat best een aardige dag, denk ik. Ochtend kata en middag BJJ. Is in wijk beduursteden. Dan als we het hebben over de periode daarna. We hadden het over de kameradendivisie al. Ja. De tweede ronde is op 2 december hier in Goes. Die organiseren we. In Zuid-Nederland. Zuid-Nederland, ja. En dat is de tweede ronde van de kameradendivisie. Als clubs uit Zuid-Nederland interesse hebben om eens te komen kijken hoe dat nou precies gaat. Omdat ze misschien volgend jaar wel zouden aansluiten. Zijn ze best welkom om te komen kijken. Vind ik prima. Ik ben er zelf. Dus dat, ik help je met liefde om aan informatie op dat moment. Je kan, als je uit een andere regio komt, ook eens op de site kijken, kameradendivisie.nl, want er zijn op 25 november, 9 december en 16 december in Zuid-Holland ook rondes, dus daar kan je ook gaan kijken. Moet je je wel even van tevoren even melden bij de organisatoren daar of dat zij het goed vinden, maar ik weet zeker dat ze daar open voor staan. Dan is er op zaterdag 9 december bij Richard de Bijl in Spijkenisse een dag voor 40 plus judoka's. Mag je daar al mee doen, Pim? Nee, nog niet. Nee, maar dan mis je wel wat, want er staan 2 leuke trainers, denk ik, op de mat. G. van Elshout is altijd leuk, technisch. En Karel Gietelink, de oud-bondscoach van onder andere de zusjes Gal. Hij heeft er veel meer gehad, maar Jenny en Jessica Gal zaten bij Karel. En die komen training geven daar. Dus dat wordt volgens mij een hartstikke leuke trainingsdag met nog wat extra's. En volgens mij is er zelfs de bar open na afloop. Dus dat zal best een aardige middag zijn. Dan als we het over puur wedstrijdjudo hebben, beginnen we in Perth. Op 10 en 11 november, dat is komend weekend? Ja, vrijdag en zaterdag. Ja, vrijdag en zaterdag. En dat is in één keer Perth. Ja, Perth is de onderkant, dat is Australië is dat. Ja, daar doen wij nog meer mee. Ja, echt wel. Ja, Jesper Smink doet er mee. Ja, en er doet ook een Belgische ploeg mee, want die moeten punten halen voor de Olympische Spelen. Want die zijn daar heel makkelijk te scoren, denk ik. Ja. Of makkelijker, dan gaan ze vanuit in ieder geval. Want als je ziet wie daar naartoe gaan, dat is Mina Libeer. Ambariel, Ellen Salens en Samisucci. En dat zijn precies degenen die punten hard nodig hebben om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus dat is komend weekend, 9, 10, dus dat is vrijdag, zaterdag. En dan hebben we natuurlijk het NK, zaterdag, zondag. Ja, met onder andere Sanne van Dijken. Ja, er zijn heel veel. En die, Sanne doet in een gewicht hoger mee. Die doet de 78 volgens mij mee, als ik niet vergis. Ja, klopt. En zo zijn er wel meer die meedoen. En ja, natuurlijk moet je dan weer de NK Judo-kenner invullen bij de JBN. Want dat doen wij elk jaar. Meestal doe ik wel mee. En ik heb ooit een keer best hoog gezeten. Was ik geloof 4 of zo. Maar dat is 3 of 4 terug een keer. Daarna is het altijd pure armoe geweest. Maar volgens mij krijg je een hartstikke leuke prijs nu. Je wilt pas toets voor alle NK's in 2024. Ja, en ook nog de budodag volgens mij. Ja, dan heb je echt wel een serieuze prijs te pakken. En je hoeft eigenlijk alleen maar even in te vullen wie er wint. Nou, dat weten wij wel. Dan gaan de 16 judokers naar het EK onder 23 in Potsdam. Dat is de week daarna, 17 en 18 november. En het mixteams wat erachteraan ziet. Daarom gaan ze met zo'n grote groep, denk ik. Dat ze gewoon dat mixteam ook gewoon kunnen vullen. En dan, begin december is het raak in Tokio. Want dan is de Grand Slam van Tokio. Ja, met na de Grand Slam aansluitend de Paralympische variant.
Ja, dus Daniel Knecht mogelijk op de mat komt. Dat weet ik niet zeker, maar dat zou zomaar kunnen. Nou ja, goed. Dat is de agenda. Is ongetwijfeld nog veel meer, maar we hebben wat gezocht. Dan doen we nog even wat tips. Dan zitten we net voor het uur. Als jij snel je tip doet. Ik heb een tip. Er stond een documentaire op de YouTube-kanaal van Team NL. Ja. Van Joanne Lieshout. Ja. 5 minuten heet Dromen waarmaken. Okay. Die hadden ze geplaatst vlak voor het EK. EK, oké. Nou, ik doe de boeken van Grol en Donners als tip. Want één serieus en de ander wat losser. En dan zijn we er doorheen. En als we dan heel snel zijn, ja, het bumpertjes en de leader kost net meer tijd. We zijn net iets langer dan een uur geworden. Maar goed, dat is dan wel een beetje. Tot de volgende keer. Hoi.